Terry, vertel eens, wat kunnen we zien bij Claude Lorrain en Rieneke Dijkstra? We krijgen vooral een vergelijking te zien. Ik heb hier wel wat plaatjes, maar dan moet je even naar de andere kant komen. Tussen de parkfoto's van Rieneke Dijkstra, daar heb ik dan natuurlijk geen plaatjes van hier. En tekeningen van Claude Lorrain. En dat is natuurlijk een hele vreemde combinatie, zo'n oude kunstenaar en een hedendaagse fotograaf die heel beroemd is. Maar er zit meer overeenkomst tussen dan je zou denken. Want Claude, voordat hij dit soort schilderijen schilderde, met van die prachtige zuidelijke Arcadische landschappen, maakte hij bijvoorbeeld dit soort tekeningen. Om als het ware dus het landschap te onderzoeken en een juist beeld te vinden van wat hij wou schilderen. En het bijzondere is dat we in de tentoonstelling, hier ligt de schat, ook eigenlijk die schetsen hebben, maar dan de versie van Rieneke Dijkstra. Voor het eerst worden die vertoond, en misschien wel voor het laatst. En dit zijn eigenlijk de contactvellen die Rieneke maakt om haar foto's, als een soort schetsen voor haar foto's zou je kunnen zeggen. En dan zie je dus allerlei versies van foto's die we helemaal nooit kennen. En uiteindelijk dan deze lijkt heel erg op een bekende foto bijvoorbeeld. Dat meisje dat is op de uiteindelijke versie ook echt terechtgekomen. Maar haar zusje ernaast die is vervangen door waarschijnlijk haar vriend. Nou ja, en het is gewoon, je ziet haar dus componeren en haar landschappen samenstellen. Dat is heel bijzonder en heel mooi.